Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen. Hernieuwde samenwerking Nationaal Archief en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Launch bevolkingsbeleid 2021-2040. Loopbrug Pludostraat, Leo Heinemanstraat, opgeleverd. President Santokki hoort problemen Stichting 1 voor 12 aan. Platform traditionele gezagdragers Brokopondo op bezoek bij president Santokki. Medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen. Zo is op maandag 9 mei 2022 een brainstormsessie met Surinaamse medische specialisten gehouden. Dit onderhoud vond plaats op het kabinet van de president. Er is een kritieke situatie bij de inrichting van de gezondheidszorg en er zal moeten worden nagegaan wat er aangeschaft moet worden om de zorg te garanderen, geeft president Santokki aan. Kijkt u mee naar dit moment. Medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen. Zo is op maandag 9 mei 2022 een brainstormsessie met Surinaamse medische specialisten gehouden. Dit onderhoud vond plaats op het kabinet van de president. Er is een kritieke situatie bij de inrichting van de gezondheidszorg en er zal moeten worden nagegaan wat er aangeschaft moet worden om de zorg te garanderen, geeft president Chandrika Prasad Santokki aan. Meeting ging eigenlijk over de gezondheidszorg in het algemeen, maar in het bijzonder de problemen die zich manifesteren binnen de gezondheidszorg. En de discussie concentreerde zich meer op het gebied van wat moet er gebeuren binnen onze gezondheidszorg, binnen het beleid, om onze gezondheidszorg uit de problemen die er zijn te halen en terug te brengen, op minst terug te brengen naar het niveau dat we hadden. Maar belangrijker nog is hoe de zorg landelijker uit zal moeten zien. Hoe de zorg, zoals wij dat noemen, in de eerste lijn eruit zou moeten zijn, tweede lijn misschien, maar ook de derde lijn. Simpel gezegd, de zorg zoals de huisartsenzorg eruit zou kunnen zien en hoe de ziekenhuiszorg eruit zou moeten zien. Daar ging het in feite om. En het gaat in feite om wat kunnen we nu doen aan een aantal acute problemen. Zaken die prioriteit genieten binnen een paar maanden. En hoe zal het, wat zullen we moeten doen de komende maanden om voor de komende jaren voor te zorgen dat de gezondheidszorg opgetild wordt naar een hoger niveau. En bereikbaar is, toegankelijk is en beschikbaar is voor de burger van het land. Er was ook een speciale issue precies met het Wanica ziekenhuis. Wat kunt u ons daarover vertellen? Nou, Wanica ziekenhuis, dat is eigenlijk niet een complex probleem. Maar het is een probleem van dat er iets neergezet is zonder dat er een deugdelijk plan daarvoor zou zijn. En dan kwam tussenin de COVID, waar het Wanica ziekenhuis belast was met de COVID-zorg. Dat heeft gemaakt dat het ziekenhuis waarschijnlijk onvoldoende de gelegenheid gehad heeft om zich te ontwikkelen tot een ziekenhuis. Wat voor soort ziekenhuis? Dat is beleid, dat is politiek. En ik denk dat wat de president aangegeven heeft, dat op heel korte termijn wel een werkgroep geïnstalleerd moet worden om ervoor te zorgen dat er nu wel degelijk een initieel plan zal moeten zijn om het Wanica ziekenhuis een aantal functionaliteiten te geven die van belang zijn voor de bevolking in dat gebied. En het is een groeiende een gebied waar de bevolking enorm toeneemt. Dus je zal daar moeten gaan kijken wat voor soort zorg daar zal moeten zijn. Muziek.
In de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een lezing gehouden met als titel Samensterk in Media. Deze lezing was bestemd voor de staatsmedia, voorlichtingsafdelingen van ministeries en particuliere mediahuizen in Suriname. In gesprek met de communicatiedienst Suriname geeft Rita Chinfu, nationale archivaris, aan dat er een hernieuwde samenwerking komt met het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Samen sterk in de media. We staan aan de vooravond van de ondertekening van de Memorandum of Understanding met het Instituut voor Beeld en Geluid. En de titel van die lezing zegt al heel veel, Samen sterk in de media. Dat wil zeggen dat het Instituut voor Beeld en Geluid en het Nationaal Archief samen zullen werken. En het gaat dan in principe om expertise, om media, wijsheid, nog verschillende gebieden. Om in principe het archiveren van beeld- en geluidmateriaal echt nog verder op poten te zetten. We zijn al bezig hier bij het Nationaal Archief, want we hebben een afdeling film, video en audio. Maar er moet veel meer gebeuren. Wij kunnen dat niet alleen. En u ziet de presentatie van meneer Eppo van Isma tot Zevenaar, de directeur, hoe ver en... Ja, het is eigenlijk state of the art waarmee het Instituut voor Beeld en Geluid bezig is. En wij hebben hier dus ook wel die technologie nodig. En daarin kan het Instituut voor Beeld en Geluid ook een rol spelen. Maar tegelijkertijd hebben we vandaag ook de mediahuizen, medewerkers van mediahuizen, zowel private als overheid, uitgenodigd om hun bewust te maken van de kansen die Instituut voor Beeld en Geluid kan bieden. Wat zijn die kansen? Die kansen zou kunnen zijn in bijvoorbeeld die technologie. Die technologie die Instituut voor Beeld en Geluid wel heeft. De expertise, want we hebben het hier ook gehad over copyrights, over overdracht, over fingerprints, over artificial intelligence. Dingen waarover we eigenlijk nog niet hebben nagedacht in die mate om het uit te voeren. Samen sterk en samen meer in media, samen sterk. En dat kan alleen maar als mensen je helpen dingen te verbeteren. En degene die van jullie naar het linkerkaartje hebben gekeken, denkt meteen het onderste puntje, dat klopt niet. He, dat is het foute kaartje. Nou, dat is heel fijn als iemand me daarop wijst, maar dat is het enige kaartje wat er op het internet te vinden is. En de grap is natuurlijk, nou, daar zijn er wel meer te vinden, maar dit is het kaartje wat er altijd is. Dus dat is iets waar ik dan denk, daar moeten we dan maar met z'n allen aan werken, dat we dat in ieder geval, die informatie, want mensen zijn makkelijk en die googelen, en die denken, zo kom ik aan mijn informatie, laat ik die dan ophalen. Nou, samen sterk in media. Op dinsdag 10 mei 2022 is het startsein gegeven voor het uitvoeren van het Nationaal Bevolkingsbeleid 2021-2040. Het thema hiervan is de rol van migratie bij de duurzame ontwikkeling van Suriname. Dit is tevens één van de doelstellingen van het bevolkingsbeleid. Het verwezenlijken hiervan ligt ten grondslag aan de samenwerking met de United Nations Population Fund, het Planbureau, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en de overige stakeholders. Kijkt u mee naar dit verslag. Waren hier
voornamelijk om gaat, is dat de Surinaamse overheid eigenlijk enige tijd geleden al getracht heeft om een bevolkingsbeleid te formuleren. Ik geloof dat dat proces in 2005 is gestart. We zijn er eindelijk in geslagen samen met de overige stakeholders om vandaag een bevolkingsbeleid te launchen. Wat gaat dus inhouden? We hebben een inventarisatie gemaakt van de uitdagingen die er in die samenleving zijn. En die zijn dus neergepend in 10 doelstellingen die we binnen de komende 19 jaar willen gaan realiseren. Het doel van het bevolkingsbeleid is om ervoor te zorgen dat eigenlijk ontwikkelingsplannen en strategische plannen, inclusief het ontwikkelingsplan, maar dus niet beperkt tot het ontwikkelingsplan, empirisch onderbouwd zijn en mensgericht zijn. Dat wil dus simpel, we gaan niet ad hoc dingen gaan doen. We gaan hier een school bouwen of hier een bejaardentehuis neerzetten. Maar op basis van die data, dat is dat empirisch gedeelte, ga je identificeren van hey, hier zijn er hiaten, hier zijn er challenges en hierop moeten we dus beleid gaan formuleren. En dat mensen in het centrum staan van die ontwikkeling. Het formuleringswerk is heel intensief geweest. We zijn in 2018 dus begonnen met de bevolkingssituatieanalyse workshop. Dat was dus een nationale bijeenkomst waarbij we stakeholders vanuit de overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld bij elkaar hebben gebracht om te brainstormen over de thema's die in het bevolkingsbeleid moeten komen. In 2020 zijn we dus formeel begonnen met de formulering van het beleid zelf. En het is dus een document dat ondersteund wordt door de overheid in zijn totaliteit, maar ook door het Algemeen Bureau voor de Statistiek en Stichting Planbureau Suriname. En het geheel is ondersteund en gefinancierd door de United Nations Population Fund. We hebben dus in de tweede helft van vandaag hebben we dus working group sessions. En de verschillende stakeholders die hier aanwezig zijn, zullen dus van gedachten moeten wisselen over de rol van migratie. Dat gaan ze dus op twee manieren doen. In eerste instantie zullen er discussies zijn. Alle groepen krijgen dus een stelling waarover ze van gedachten moeten wisselen. De stellingen variëren van arbeidsmarkt, economische groei, zelfredzaamheid en interne migratie. Allemaal in het context van migratie. En vervolgens moeten ze dus aan de hand van hun werkterrein hiaten en uitdagingen gaan identificeren en samen nadenken over oplossingsmodellen die met migratie te maken hebben. Suriname is van oudsher een migratieland. We hebben het samen gedaan. Ja, die samenstelling is nu niet hetzelfde als toen der tijd. De omstandigheden zijn ook anders. Maar het is belangrijk als overheid we gaan kijken van dit is wat we wel willen, dit is wat we niet willen. En op deze manier gaan we het aanpakken. En dat is waarvoor we vandaag ook hier zijn. Om in ieder geval enigszins leiding en richting te krijgen over wat die rol moet gaan zijn, die migratie moet gaan spelen in de toekomst. Het document is dus ondersteund door de regeringsraad. En het moet dus nog goedgekeurd worden door de Nationale Assemblee. Het is de bedoeling dat het na vandaag dus naar de Nationale Assemblee gaat met de nodige onderbouwing. En ik hoop dat daarna dus ook de nodige spoed erachter zet. Daarna is goed vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst. En ja, als dat traject voorbij is, dan kunnen we uiteindelijk overgaan naar de implementatie. Er is een traject van 19 jaar uitgetrokken voor de implementatie. Dus we hebben aardig wat werk aan de winkel voor de komende periode. Het commissariaat Paramaribo Noordoost heeft de loopbrug aan de Plutostraat volledig gerehabiliteerd. De loopbrug verkeerde al enige tijd in deplorabele staat en vormde een gevaar voor schoolkinderen van de buurt die er gebruik van maken. In samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, afdeling Bruggen, heeft op dinsdag 10 mei 2022 de ceremoniële overhandiging plaatsgevonden. We hebben gekozen natuurlijk voor deze brug omdat er een acuut gevaar bestond. En laat mij beginnen door te zeggen dat het sleutel van succes is samenwerken. En het resultaat ziet u achter mij. Deze vaste oeververbinding tussen aan de ene kant de Plutostraat, achter mij de Toekanstraat, is een samenwerking van alle organen op regionaal niveau. De resortsraadleden, de districtsraad, het districtbestuur en natuurlijk, last but not least, ook de districtscommissaris. Ik heb alle partijen goed gecoördineerd en ik heb gelijk, nadat we de hoorzittingen hier hebben gehad en het in het resortplan was opgebracht, dat er een brug in zeer deplorabele staat verkeerde, dat direct eruit gelicht, want in het resortplan staan natuurlijk nog meer plannen, maar dit plan was voor mij direct actie. Ik heb toen niet getwijfeld, geen seconde, en ik ben aan het werk gegaan, ik heb een plan gemaakt. En ik heb dat gelijk doorgecommuniceerd, ook met minister van Openbare Werken, ook de minister van ROS. En
Zij hebben hem groen licht gegeven. En samen met de afdeling bruggen van het ministerie van Openbare Werken, mevrouw Ataoula, en de heren van de civiel technische unit van het commissariaat, onder leiding van de heer Motti, zijn we aan het werk gegaan. En ook dankzij, mag ik ook zeggen, van een ondernemer, dat is de ondernemer Mo en Mo. En deze man heeft ons zeer gereduceerde prijzen gegeven voor de aanschaf van het materiaal. Dit is materiaal, hoogwaardig van kwaliteit. Dat is Basra Locus. De kijkers die dit houtsoort kennen weten dat dit een lange levensduur zal hebben. Dus deze brug is gemaakt voor de komende jaren. Hoeveel heeft dit project gekost? Afhankelijk was het natuurlijk heel erg duur. Want u ziet, het is een brug van bijkans 25 meter lang. We hebben niet alleen de planken neergezet waar je op kan lopen, maar ook de leuningen hebben we weer opnieuw moeten bouwen. Het heeft natuurlijk een heel wat geld gekost. Ik zei het al, dankzij een enorme korting van een houtbedrijf hebben wij dan voor de helft van het bedrag dit kunnen realiseren. Ja, ik zou graag willen hebben dat er hier een wachthuisje komt. Voor de bescherming voor de mensen. Toch? Voor het negatief doorvoerverkeer. De politie was achter een brommer, die is op de brug gegaan. De politie heeft hem niet kunnen stoppen ook. Dat is het enigste waarmee ik zit, schat. Als er een wachthuisje kon komen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de stichting 1 voor 12 op dinsdag 10 mei 2022 ontvangen op zijn kabinet. De stichting is ruim 17 jaar actief bezig met sociale projecten binnen de samenleving. Het staatshoofd heeft tijdens deze ontmoeting de problemen van stichting 1 voor 12 aangehoord. Een van de problemen waarmee de stichting op dit moment te kampen heeft, is een beschikking om een opvanghuis op te zetten voor daklozen. De toewijzing die in handen is van de stichting is bedoeld voor landbouwdoeleinden, zegt voorzitter Vismalen. Dit is besproken met het staatshoofd om te komen tot een oplossing. President Santokhi geeft aan dat de aanvraag voor een bestemmingswijziging een reguliere taak is die normaal door de ministers afgehandeld zal worden. De stichting merkte op dat de hulp naar minder draagkrachtigen anders kan. De intentie is om alle burgers te helpen, ongeacht welk kabinet zitting heeft, stelt voorzitter Vismalen. Verder is er een voorstel gedaan door de voorzitter om als trekker te dienen van een in te stellen commissie die als controleunit zal moeten gelden voor de tehuizen. Het platform voor traditionele gezagsdragers van Brokopondo heeft een breedvoerige deliberatie gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd heeft hoofdkapitein Henry Café, voorzitter van het platform, en de delegatie op 10 mei 2022 ontvangen op zijn kabinet. Het overleg stond in het kader van de samenwerking tussen de overheid, het traditioneel gezag en de particuliere sector om het district duurzaam te ontwikkelen. Ook het wateroverlastproblematiek is op de agenda geweest. De regeringsleider heeft een voorstel gedaan om binnen 2 weken een kroetoe te organiseren, zodat er in breed context gediscussieerd kan worden over de diverse vraagstukken. Eigenlijk heb ik ook een president, voor een specifiek gebruik op onder. Als je daar gewoon aan gelegd van go. En we hebben de president naar begin af konden en we hebben het aan het gidesan. Zo we denken dat we kunnen doen naar Brokopondo, voor het Brokopondo komen hier. Brokopondo is binnen wateroverlast zwaar. Nou, dat is een groot probleem in Brokopondo. Maar wateroverlast ook wel want die. Maar om het door te doen, we hebben Brokopondo hier naar landbouw in bigge schaal. We gaan doen aan roofbouw. Maar we hebben ondersteuning van de overheid. Eigenlijk een probleem dat in Brokopondo nu is een totaal probleem voor herseren. Dat kan konden dieren. En als we konden dieren, dan moet je het wachten. We hebben een boskop puur naar een ondernemerschap naar Brokopondo. Met een mannen
Ik heb geleerd aan ondernemers. Ik doe dat niet. Ik heb wachten op het sociaal project. We zijn in het ontwikkelende district. Want ik heb een niveau gezien. Ik heb een niveau gezien. Ik heb een niveau gezien. Ik heb een liever koud, energie, hout, krent, maar ik heb een op nul plaats. 70% energie ik heb een liever naar Heerstraat. Maar ik heb een tegen naar Sobusieci. Maar ik heb een facito, dus ik heb een sekbaar. Kapitein, ik bespreek naar de president. Wat kan ik zeggen? Concreet, ik ga om landbouw concreet. De president, beloof me aan. President, no, maar balo president na papa Fkondre. President ondersteun op Brokopondo voor de grootschalige landbouw. Voor dat na doel zou ik naar president. Want ook nog of trasani. Mij nog accent stek ten ofzo. Want gimme, if me aba tools as kopui mi anodam ka dike mi igi olof prani mi gruntuto. Dat ook naar president. President, ma musu ondersteun Brokopondo of Brokopondo ka bereikcirkel op bepaalde hoogte. Dat ook niet. Brokopondo heb ik grond van Oudu. Als ik doe landbouw, heb ik grond. Je hebt kennis van Oudu, heb LVV van Oudu. LVV kwam aan trainen, toch? Dus zo, dat is mijn vorm. Zij doen, want traditie om een biggie markt op een karikom. Met de massor dat is er een katroon van productie kondre, voor liever sango in drossie kondre. Landbouw njana heer sang voor grondapu. Ono matalip so te amai koi diki goti fino a fifi grai goe ano dati na libi. Sana de landbou producte sa idenki kapte mus prani in Brokopo? Landbou producte sa alas manjana dat man ya bi prani. Trasani no ma prani. Kaparwa? If in prani pravi, bei hubet karu, mais, da im doyan ma bigi facito, of in prani gruntu na ala de grunta sota in prani. Dus enkele middelen, maar kan de grond doen. Maar landbouwproduct dan landbouwproduct. Maar op de landbouw, of je prant pampo na pampo in prani. Maar in doen dat ik maar export. Mie egi u energie, mie egi u dati. Maar zij u egi me terug. Dus als aan nou een win-win situatie, we verwacht voor ons to de state dat komt hier. Dan dat ze het, want we egi ons ook bij. Want als die dan egi ons energie toch. Voordat je bestroom dan ons of je afbakadam. Look op het theode. En namoro slechte kwaliteit stroom waar bij dat bon stroom de ja. Dus eigenlijk president na paf kondre heb ik ondersteunen om ik doe landbouw dat met deze kobai landbouw kwassen naar onder toe. Dat we vooral. En dit was Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.